Mijn naam is Peter Verduin-Unel, ik ben flautist van Fion en ik mag u iets vertellen over Mozartiana van Tchaikovsky. Tchaikovsky was een enorme bewonderaar van Mozart en eigenlijk de reden dat hij zelf is gaan componeren kwam doordat hij zo'n grote adoratie had voor Mozart. Het is heel grappig om dit stuk dan ook te spelen, want op het moment dat je dit stuk aan het spelen bent, herken je zowel de elementen van Mozart als die van Tchaikovsky. Het is een werk wat bestaat uit 4 delen en hij schreef dit in 1887. En dat was precies 100 jaar na de première van Don Giovanni. Eigenlijk Don Giovanni, dat was het grote werk dat Tchaikovsky enorm bewonderde en hij had zich daarom voorgenomen om een aantal variaties te maken op stukken van Mozart en die te verwerken tot een suite. En dat is uiteindelijk de suite Mozartiana geworden. En het bijzondere ook van het spelen van dit stuk eigenlijk is dat wanneer je aan het spelen bent, je de noten van Mozart ziet, maar de muziek van Tchaikovsky hoort, wat eigenlijk een hele vreemde gewaarwording is. Toch is het muziek die eigenlijk universeel is, want het vreemde is dat je, als je het hebt over een bepaalde tijdsperiode, je ook verwacht dat iets op een bepaalde manier klinkt. Maar dat is dus niet het geval. Dat komt eigenlijk vooral door de instrumentatie die Tchaikovsky eraan heeft gegeven. Bijvoorbeeld in het derde deel, dat is eigenlijk best bijzonder, komt er een prachtige partij van de harp aan. En ook in de eerste 2 delen, de piano solo stukken, zou je eigenlijk niet verwachten dat je daar ook een grootse orkestbezetting van kunt maken. Maar dat is Tchaikovsky feilloos gelukt. Het vierde deel is weer een thema met variaties en is gebaseerd op een stuk voor piano solo. Unser Dummer Pöbel Meint. Dat is eigenlijk een soort scherts wat Mozart heeft gemaakt. Het is eigenlijk typisch voor zijn karakter dat hij het altijd een bepaalde lichtheid wilde geven. Wat de titel nou precies met het stuk heeft te maken, dat is niet helemaal duidelijk. Enfin, wat Tchaikovsky ervan heeft gemaakt, is weer eigenlijk een hele eigen draai eraan gegeven. Want hij laat een aantal mensen, een aantal instrumenten moet ik zeggen, prachtige soli en intermezzi spelen. Ik mag er zelf ook eentje spelen, maar er zit er bijvoorbeeld ook een gigantische vioolsolo in. En dat is een uitdagend bijna een vioolconcert. En dat is natuurlijk niet in de originele versie van Mozart terug te vinden. Maar desalniettemin is het helemaal typisch Tchaikovsky. En het bijzondere is, het past. Dus je hebt helemaal niet het gevoel van, wat gek dat je dat nou ineens gaat doen. Maar dat maakt eigenlijk heel overtuigend weer dat Tchaikovsky natuurlijk zijn eigen meesterwerk daarin heeft geschreven. We hebben deze week echt een ontzettend leuke week gehad. En met de repetities onder de inspirerende leiding van Qianji Lu. Het was echt voor iedereen heel fijn om überhaupt bij elkaar te zijn met zoveel mensen weer op het podium. En deze muziek gaf ons allemaal weer vleugels. En we hopen dat u bij het luisteren en kijken naar deze opname net zoveel plezier zult hebben als dat wij het hadden om het voor u te mogen spelen.
Thank you.
Thank you.